Giovanni, laten we beginnen met dat fantastische resultaat gisteren. Hoe groot was de vreugde na afloop? Ja, heel groot. De blijdschap was groot. Als je ja, de eerste wedstrijd in de pool tegen een uh, tegenstander van formaat. en ja, als je dan uh, na de wedstrijd uh, terugkijkt en terugdenkt uh, aan, aan de wedstrijd. Ja, dan is het een, voor ons een hele mooie wedstrijd geweest. Ik denk voor iedereen in het stadion. En uh, ja, dat je wint van Manchester, Manchester United is natuurlijk fantastisch. Wat was voor jou het mooiste moment? Ja, de blijdschap bij, uh, bij mijn spelers, uh, de euforie uh, op de tribunes. En met name de laatste uh, uh, tien minuten, waar na de 1-0 voorsprong van, van Tony, dat je dan het elftal ziet groeien. En uh, eigenlijk alles doet, zoveel uh, passie in de wedstrijd gooit en zoveel wilskracht en power om, om die overwinning uh, er eruit te slepen. En dat, uh, ja, dan zie je echt een team staan en dat, uh, dat gaf mij het beste gevoel. Er was veel kracht en energie voor nodig. Het was een slijtageslag. Hoe zijn de spelers eruit gekomen? Ja, vermoeid, wat uh, logisch is. Uh, en we hebben twee dagen om ons uh, op te laden en uh, fris te worden in het hoofd. En zeker ook uh, fysiek om, uh, om zondag klaar te zijn voor, uh, voor PSV. Ja, het is dus nauwelijks tijd om te genieten. Zondag alweer die kraker. Hoe gaan jullie daarmee om met zo'n korte tijd tussen twee van die topwedstrijden? Ja, we gaan uh, de tijd die je hebt uh, zo optimaal uh, benutten. En dat is uh, in, uh, in de rust, in de voeding, uh, in drinken, in de verzorging. En uh, ja, dat is het ritme wat we, wat we willen. Uh, Europees uh, meedoen en ook uh, in de competitie. Nou, de wedstrijden volgen zich elkaar snel op, maar ja, dat is even wennen. Maar we zijn uh, in staat om uh, ook zondag weer uh, helemaal fris te zijn. Betekent dat ook dat we de jongens die we een beetje met kramp zagen gisteravond ook gewoon weer kunnen spelen? Dat wordt er gewoon uitgemasseerd en weer gaan. Ja, dat hoop ik wel. Dat moet de, de, de komende dagen blijken, maar we hebben geen ernstige problemen. We wel uh, vermoeid, hè, wat, je, wat ik uh, al eerder zei, maar niks ernstig. Dus dat, uh, ik ga ervan uit dat we uit iedereen kunnen, kunnen beschikken. PSV heeft dinsdag natuurlijk gespeeld tegen Atletico Madrid. Twee keer zoveel hersteltijd gehad in de aanloop naar die topper. Um, is dat een groot veel voordeel voor hen? Nou, denk ik denk niet een groot voordeel, wel een, wel, een, wel een licht voordeel denk ik, omdat je twee extra rustdagen hebt en dat, uh, ja, dat is altijd beter dan, dan maar twee. Maar ja, we, zullen, we zullen de tijd die we hebben optimaal benutten om uh, zondag klaar te zijn. Ook vorig seizoen gingen jullie ongeslagen naar Eindhoven. Um, wat is het grote verschil met die wedstrijd van toen en wedstrijd van nu? Zijn, zijn jullie veel verder? Nou, ik wil niet zoveel uh, vergelijkingen maken met vorig seizoen. Uh, het zijn natuurlijk wel veel, uh, veel dingen hetzelfde. Maar ja, ik ben gewoon blij en, uh, hoe we dit seizoen zijn gestart. En dat we eigenlijk uh, ook in het Europees uh, verband het vervolg kunnen geven. En zondag is voor ons weer een mooie uitdaging en, uh, om, om deze week goed af te sluiten. Jullie hebben onlangs natuurlijk al een krachtmeting gehad met PSV. Wat hebben jullie meegenomen uit die wedstrijd om de Johan Cruijffschaal? Nou, ik denk dat de, de Johan kruijp een wedstrijd is geweest met, met twee gezichten. Twee helften eigenlijk, waar wij de eerste helft uh, minder waren, veel minder waren dan de tweede helft. En tegen een tegenstander wat, wat sterk is. En uh, als wij zondag uh, ja, heel de wedstrijd goed kunnen staan in de discipline en in de tactische plan wat we, wat we hebben, ja, dan, dan, dan maken we stappen. En dat hebben we ook nodig tegen een tegenstander weer van... Uh, van uh, van het formaat als PSV is. Daar bleek ook, denk ik, in die strijd om de Johan Schaal dat je als team ook te veel kan willen. zoals in de eerste helft. dat je te veel druk wil zetten. Is dat ook een, een ding, een beetje temperen, het temperen. het moment waarop je gaat, zeg maar. in, in zo'n topwedstrijd? Ja, er zijn natuurlijk altijd momenten. waar, waar je druk kan geven. Momenten dat je. Dat je compact moet zijn en bij elkaar moet spelen. En ik vind dat wij dat uh, de afgelopen weken steeds beter zijn gaan doen. En uh, ja, dat is wel iets wat, wat zondag ook moet. Uh, en we spelen uit. Uh, PSV moet komen. En we zullen er alles aan doen om een goed resultaat te behalen. PSV oogt weer sterk dit seizoen. Waar ligt volgens jou hun kracht dit jaar? Nou, ik denk hetzelfde als vorig jaar. Ze hebben een aantal goede spelers uh, erbij gehaald. Het is een, is een team wat. Uh, wat een aantal jaar al met, met elkaar speelt. Uh, de laatste twee jaar kampioen is van Nederland. En ja, dat stralen ze ook uit. En, en aan ons om dat uh, zondag te pareren. Wie is favoriet zondag? Nou, Ik denk dat PSV uh, favoriet is. PSV uh, speelt thuis en dan ben je altijd licht favoriet in een, in een topper.